deze uitzending zijn we weer bij twee sporten. Allereerst zijn we op het scharreltoernooi bij LTV Munsel. Tennis voor de jeugd. Daarnaast zijn we op het Johan Cruijff Court op Munsel op het terrein van Lassalle. René van Rijden, ja. Organisator van het scharreltoernooi. Scharreltoernooi, waar houdt het in? Hoeveel deelnemers? Hoe gaat het? Het scharreltoernooi is een open jeugdtoernooi wat wij hier organiseren voor de 18e keer dit jaar. Dus we hebben dit jaar 67 deelnemers. Dus ja, goed bezet. En daar zijn jeugdigen van? Jeugd eigenlijk tussen de 10 en 17 speelt het reguliere toernooi. En dan hebben we nog de tenniskids, de 6 tot 11-jarigen. Daar houden we een apart event voor. Dat doen we op de zaterdag voor de finale. En wat houdt dat de laatste in, dat event? De event is eigenlijk een onderling toernooi tussen de allerkleinste die nog niet zo balvaardig zijn, die niet zelfstandig helemaal kunnen tennissen. Die begeleiden we, die zeggen we hoe de telling gaat, die leggen we alles uit. We passen het eventueel aan als ze niet zo hard serveren, dat het wat makkelijker wordt voor hun om toch deel te nemen. Jullie zijn al de hele week bezig. Hoe is de hele week zo verlopen? De hele week is eigenlijk goed verlopen. In het begin hebben we natuurlijk voorrondes, poolwedstrijden en dergelijke. Die zijn eigenlijk vanaf het begin van de week tot vrijdag gespeeld. En het finale weekend, dus zaterdag, zondag, spelen we de finales, kruisfinales eventueel als we meer pools hebben en de finales. Dus ja. En jullie hebben geluk gehad met het weer? Wij hebben dit jaar heel goed weer gehad. Vorig jaar hadden we wat motregen en regen op de finaledag zelfs. Dit jaar hebben we het zonnetje, dus we hebben het verdiend, denk ik. En dat maakt het toernooi alleen maar leuker. Dus er komen ook veel meer mensen kijken. Dus wat dat betreft is het alleen maar ideaal. En de hoeveelste keer is het dat René het organiseert? De René, dit jaar doe ik het eerst zelfstandig. Wij doen het eigenlijk met vijven, dus we zitten met vijf in de commissie. Ik zit zelf voor het vierde jaar in de commissie. Nou ben jij, heb ik van de week al gezien hier en vandaag weer, een bezig bijtje. Je bent met alles bezig. Ja, ik probeer dus alles zo goed mogelijk te leiden. Ik heb dus de verantwoordelijkheid om het toernooi. Ja, ik ben toernooileider, dus ja goed, dan moet ik alles in de gaten houden. Maar ik wil ook dat alles goed gaat. Gisteren liep het wat stroef met de tenniskids. Daar vind ik dan, ja, daar baal ik gewoon van. Dus dat probeer ik dus zoveel mogelijk te voorkomen. En dat is, ja... Dat doen we natuurlijk wel met z'n allen, maar ja, ik probeer wel alles onder controle te houden. Ja. Dus daar heb ik met mijn meiden, toen die nog in de jeugd zaten, heb ik tegen, en nou is het gewoon leuk om anderen ook te zien groeien. Ja. We zien jou altijd lachen. Heb jij eigenlijk altijd goede zin? Ja, maar wat is het nut om hier met kwijzen rond te lopen als je die jeugd zo rond ziet lopen, toch? Nou, ik heb vanaf vrijdag ben ik al bezig om mijn maand het deel te jaar later. We hebben jullie 3 jaar geleden ook een keer van alles gevraagd. Weet je dat nog? Ja, dat klopt. Ja? Ja. En nou zijn jullie wat ouder geworden. Hoe oud ben je nu? 11. 10. En jij 10. Hallo. Hallo. Wat zien jullie er leuk uit? Hebben jullie je voetbalkleren aan? Nee. Wat dan? Tenniskleren. Tenniskleren. Tenniskleren? Ja. Oh, wat doe jij dan? Tennissen. Waar doe jij tennissen?
badminton. En doe je dat al lang? Een jaar. Een jaar. En jij, hoe lang doe jij al tennissen? Ook een jaar. Ook een jaar. En vind je het wel leuk, tennissen? Ja. Ja? Wat vind je er zo leuk aan dan? Ik vind tenniswedstrijdje heel leuk. Ja, wedstrijden vind je die leuk? Ja. En jij? Ik ook. Jij vindt die ook leuk. En wat vind je nou zo leuk aan wedstrijden dan? Dat je tegen iemand mag tennissen en soms ook met z'n tweeën. En dat vind ik dan best leuk. Maar dan doe je ook wel eens ooit verliezen. En vind je dat ook leuk? Maakt mij niet veel uit. Waarom maakt jou dan niks uit? Omdat ik het gewoon leuk vind om te doen. En als ik dan verlies, dan win ik misschien de volgende wedstrijd. Ja, en als je verliest, ben je dan boos? Nee. Zeg nou eens eerlijk. Ben je dan niet een beetje boos? Nee. Nee? En als je wint? Dan ben ik blij. Oh, waarom moet je met je voeten stappen? Zo. Ja. En hoe doe je dat precies dan? Wanneer doe je het fout? Doe het eens een keer fout voor. Dan ga ik gewoon zo. Slecht. Hoezo slecht? Nou, omdat ik eergisteren moest ik enkel alleen doen. Ja, toen was ik allemaal niet goed aan het doen en alles. En daardoor had ik verloren en als ik daar niet stond, stond ik in de halve finale. Dus dat was dom. Oké, en jij Wente? Bij mij ging het wel goed. Alleen ik had bijna alles verloren, maar het ging wel goed. Oké. Maar kunnen jullie wel een beetje tegen verlies? Ja, ik wel. Ja, en jij Wente? Ja, een beetje. Beetje. Maar 3 jaar geleden zei jij tegen mij dat je heel goed tegen verlies kon. Is dat nog steeds zo goed? Nee. Nee? Ben je nou wel eens boos? Ja. En op wie ben je dan boos? Op mezelf. Op jezelf? En wanneer ben je boos? Als ik achter sta. Ja? En ben je nou wel in die 3 jaar veel beter geworden, Bente? Ja, ja, dat denk ik wel. Ja, wat is er beter geworden? Gewoon mijn slag en mijn surf is ook heel veel beter, want eerst was die gewoon, ja, dat hij bijna altijd de fouten en nu gaat hij bijna altijd in 1 keer goed. Oké, dat is fijn hè? Ja, dat is veel fijner. Ja. En waar ben jij beter in geworden? Ja, ook in mijn slag, drift veel harder en mijn surfs ook. Ja. Maar Bente, jij zei 3 jaar geleden dat het moeilijkste was het stappen. Weet je dan nog dat je dat verteld hebt? Nee. Nee. Maar het stappen was het moeilijkste, zei je. En daar moest je nog heel veel aan leren. Hoe gaat dat nu dan? Ja, gaat wel goed. Ja. Ja. Wat heb je eraan gedaan dan? Ja, gewoon geoefend met tennis en zo. Dus nu ging het beter. Oké. En wat zijn jullie nog voor plan met tennissen? Ga je lekker door? Ja, dat denk ik wel. Ja, ik ga wel door. Nou heb je vandaag gewonnen, hè? Ja, ik heb gewonnen, ja. Was het moeilijk, was het makkelijk, was het een leuk toernooi? Nou, ja, het was wel echt een leuk toernooi, ja. Ja, vorig jaar was ik denk in de halve finale. Dus in dit jaar finale en gewonnen. Dus ja, dat is eigenlijk wel leuk, hè. En ben je van plan om iets te bereiken verder in tennis nog? Om mee door te gaan? Nee, gewoon lekker tennissen en dat niet echt iets groots bereiken of zo, nee. Betekent dat je ook tegen verlies zou kunnen? Ja hoor, ja hoor. Ja. Word je dan niet boos op jezelf of zo? Nou, soms als het echt minder gaat, dan kan ik wel boos op mezelf, maar niet overdreven of zo, nee. En je hebt de hele week al gespeeld. Hoeveel wedstrijden heb je gespeeld nu? Ik heb er 5 gespeeld en 1 dubbel. 5 singles en 1 dubbel, ja. En nu heb je de finale bereikt, kampioen van het scharreltoernooi in jouw leeftijd. En nu? Volgend jaar weer meedoen. Ja? Ja. Oké, dankjewel. Ik sta hier bij 3 zusjes. En 3 zusjes zijn alle 3 aan het tennissen. Jaren. Ja, tot nu toe ook al goed eigenlijk. Ja, eigenlijk moest ik nog een dubbel spelen, maar ook nog een single. Tegen Bente Teulings. Oké. Ja. En jij? Ja, in de single lig ik er helaas uit. Maar in de dubbel zijn Quinty en ik eerste geworden. Nou, jullie tennissen bij Munsel. Jullie trainen natuurlijk veel. Hoeveel trainen jullie eigenlijk?
Ja, ongeveer 2 tot 3 keer in de week. Anderhalf uur en soms nog extra training op zaterdag. We hebben wel eens meningsverschil, maar ja, het gaat wel goed hoor. Ja. Gaat dat thuis nog door? Nou, je bespreekt het wel naar de hand, maar dan is het ook zo van, kom. Om nou kampioen of Nederlands kampioen te worden, dat gaat hem niet meer worden. Maar we gaan gewoon door totdat het goed gaat met school en ja, gewoon als sport en gewoon lekker bezig zijn. Ja. Maar jij zit al op voortgezet onderwijs, hè? Ja, HAVO 4 doe ik. Ja, ja. Ja. En gaat dat wel samen met zoveel keer trainen en zoveel wedstrijden? Ja hoor, dat gaat goed. Jawel, ja. Ja. Heb je een 8 voor Nederland? Nee, maar dat maakt niet uit. Wat dan? Een 7. Okay. Oh, dat is ook goed. Ja. En hoe is het met jou voor de toekomst? Ja, nou, ik hoop dat ik steeds beter word en meer toernooien kan spelen. Maar ja, het is altijd wel een uitdaging. Dus ik probeer mijn best te doen, zeker. Ja, dank. De PV kijkt wel nu, hoe kom je te zeggen of niet? Anders kan dan kan dat wel. Hier niet. Heb je verdiend verloren of? Nou, had misschien anders kunnen. Ja, hè? Dat was een zware wedstrijd, hè? Ja. Ja. En 3 sets en dan een tiebreak. Ja. Oh. Ja. Hoe kijk je terug op deze wedstrijd? Zwaar. Ja. Ja. Heb je verdiend gewonnen, denk je? Denk ik. Ja? Ja. Ja, toch wel, denk ik, hè? Ja. Ja. Was je niet erg zenuwachtig over het eind? Ja. Ja, hè? Heel erg. En met het publiek ging je heel erg aanmoedigen. Helpt dat? Ja, dat is wel fijn. Ja, hè? Eerst even zeggen dat we iedereen bedanken voor zijn inzet en we hebben leuke tenniswedstrijden gezien de afgelopen week, dus daar zijn we heel blij mee. We hebben het weer mee gehad dit jaar, vorig jaar hadden we een beetje regen af en toe. Dit jaar hebben we gewoon lekker weer gehad, dus wat dat betreft hebben we een ideale tennisweek gehad. LaSalle heeft een paar jaar geleden meegedaan aan de verkiezing, de sportiefste zorginstelling van Nederland. Hebben ze toen niet gewonnen, maar zijn wel hoog geëindigd. En we hebben toen alsnog contact met ze opgenomen. En het voldoet gewoon aan alle criteria van samenwerking, maar ook van behoefte, dat we hier nu staan om dit mooie veldje te openen. Ja, de Cruijff Foundation is 15 jaar geleden opgericht door Johan Cruijff. Met als doel om structureel via sport iets te willen bijdragen aan de jeugd.
En in 2003 zijn we met het eerste Cruijffkort begonnen, niet wetende dat het zo'n succes zou zijn. We zien sport echt als middel, dus het is niet ons voornaamste doel om hier allerlei talenten te trainen of voor te brengen. Nee, wij vinden dat sport een middel is om ook de jeugd wat te vertellen over integratie, respect, verantwoordelijkheid, initiatief durven te nemen. Allemaal thema's die op een sportveld van toepassing zijn. Maar wel met als doel dat ze het ook naast het veld, gewoon in het normale dagelijkse leven, in de klas, op school, op straat, ook gaan overnemen. Dus het is ook een plek waar je ja, via sport de jeugd een stukje bij wil brengen qua opvoeding. 1, 2, oké, 3. Rick, hi, Fons. Met grote letters coach achter op je rug, ja. Maar heel veel is gebeurd door de heroes. Ja, er staat coach achterop, maar vandaag kan er eigenlijk gewoon luilak achterop staan, want ik hoef in principe niks te doen vandaag. De voorbereidingen hebben echt zijn werk gedaan en de vijf jongens de vier jongens en één meid moet ik zeggen, ik mag ze niet vijf jongens noemen, die hebben het keurig georganiseerd. Ik hoef nauwelijks iets te doen. Ja. Wat doen ze precies? Want in de voorbereidingen hebben ze ook het een en ander gedaan. En dat zal niet meevallen. Nee, het is van voor tot achter. En dat is, samen met de Johan Cruijff Foundation is dat een cursus. Van A tot Z gaan ze met mij een werkboek doorwerken. Als ze dat werkboek eigenlijk af hebben gewerkt, hebben ze met alle facetten kennis gemaakt. Van het stukje werving van scholen tot de evaluatie na het evenement. Tussendoor krijgen ze te maken met budgetten, met PR, met muziek, met onverwachte situaties. Ze zijn in mijn ogen overal op voorbereid en dat blijkt tot nu toe ook. We zijn ongeveer halverwege nu en het gaat perfect. Ja. En hoe loopt het? Het, wat ik al zei, perfect. Het verloopt goed. De zon is aan het doorbreken. Het was wat koud vanmorgen. Het gras was nat. Ik heb nog natte sokken, maar de zon komt erdoor. En op wat kleine EHBO-gevalletjes, geschaafde knieën, gaat het perfect. Ja, we hebben nu hele harde muziek. Ja. Ja. Voor herhaling vatbaar, zo'n toernooi? Ja, sowieso. Dit toernooi is nou voor de vierde keer. Maar hoe ik het dit jaar heb kunnen loslaten, zelf als coach. Zeker voor herhaling vatbaar. Helemaal overlaten aan de jongeren van La Salle. Of uit de gemeente Boksel. Want de jongeren kunnen dit hartstikke goed zelf met wat begeleiding. Zeker weten. Ja. Mag ik even jou vragen, hoe heet jij? Ik ben Aisha. Aisha, en wat heb jij vandaag geregeld? Ik bij de dishoek daarachter ben ik aan het zorgen dat iedereen tenminste wat eten te krijgen en drinken te krijgen. Dat zorg ik ervoor. Oké, maar bij de voorbereidingen heb je natuurlijk ook iets gedaan. Ja, daar heb ik met de tent allemaal mee geholpen. Het is wel leuk om te doen nu. Oké, en jij bent? Menno. En Menno, wat was jouw taak vandaag? Ik ben de scheidsrechter. Ik scheid alle wedstrijden. Ik heb nog twee andere stagiaires die ik kan laten scheiden als ik pauze neem. Heb jij ervaring als scheidsrechter? Ja, ik heb wel eens hiervoor ook toernooitjes gedaan voor de Cruijff Foundation. Oké. En jij bent? Ik ben Quinten. En jouw taak, Quinten? Mijn taak is de EHBO'ers, dus die mannen die daar zitten. Die kwamen eerst van het hoofdgebouw, kwamen ze hierheen. Moest ik ze daarheen brengen, op een plaats laten zitten. En als ze koffie willen of zo, dan moeten ze mij roepen, of anders kan ook. Dan breng ik ze koffie of eten of wat dan ook. En als er iemand gewond is en die zie ik, dan breng ik ze ook naar hun toe. En zowel heb ik niet alleen als dat één taak. Ik doe ook de tape en alle andere spullen, materialen ook hierheen brengen. Hebben de rest ook gedaan. Maar ik heb ook dus de tape, die verlengkabels en alles hierheen gebracht. En ja. Peter, jou hebben we al eerder op de televisie bij ons gezien.
En jij bent ook met de voorbereidingen flink bezig geweest, hè? Klopt, zeker. Ik heb best wel veel moeten doen. Gisteren hebben wij ook de parkeerplaats afgezet voor de fietsen. Dat heb ik dan gedaan, Menno heeft geholpen. Ja, en dan vandaag hebben wij eigenlijk nog een DJ-meubel opgezet, tent opgezet. Gezorgd dat er alles in totaal bij elkaar was om te kunnen beginnen. We zijn een beetje de muziek is niet laten kunnen beginnen omdat de stroom er nog niet was, maar uiteindelijk is het toch goed gekomen. Ja, verder, ik vind het tot nu toe heel leuk. Tigo, de muziek. Nou, ik heb je net horen draaien. We horen het keihard nog op de achtergrond, want je hebt nou een invaller. Hoe is dat gegaan met de muziek? Ja, goed. Eigenlijk gewoon zoals ze het verwacht hadden. Gewoon iedere doelpunt als er werd gescoord, gewoon de muziek aanzetten. En ook als er wordt gewisseld, de muziek aanzetten. Maar je hebt ook een eigen liedje gemaakt? Ja, we hebben eentje van Wesley en eentje die ik zelf had gemaakt. Alleen die hebben we nog niet gebruikt, maar dat komt wel, denk ik. Die gaan we daar even horen dan van jou? Hoop het wel. Ja, want die willen we wel op beeld hebben. En op geluid natuurlijk. Ja. Ja? En je hebt ook een tune bij een goal en zo, heb je ook een tune gemaakt? Iedere keer als iemand scoort, dan wat Rick nou doet, dan hoor je dat geluid. En daar hebben we zo'n app voor gebruikt. En iedere keer moet ik dus zeg maar op een knopje drukken. Als er wordt gescoord. 1, 2, 3. Marije, jij hebt iets te maken met de heroes die hier aan het werk zijn. Ja, klopt. Ik ben projectcoördinator van Heroes of the Kruifkoorts bij de Johan Cruijff Foundation. En vandaag zijn we bij de voorronde van Kruifkoorts 6 tegen 6, die door de heroes worden georganiseerd. Ja. En wat doe je dan precies met die heroes? Nou, vandaag zijn er 5 heroes die het kampioenschap vandaag hebben georganiseerd. Zij zijn aan de slag gegaan een aantal weken geleden samen met Cruijff Foundation coach Rick. Om het hele toernooi te voorbereiden. Om ervoor te zorgen dat er side events zijn. Dat er een wedstrijdschema is. Dat ze muziek hebben uitgekozen. Dat eigenlijk gewoon de dag zoals vandaag vlekkeloos verloopt. En dat hebben ze allemaal in begeleiding gedaan door Rick. En nu is dit een scholentoernooi vandaag hier. Daar komt ook een vervolg op. Ja, vandaag zijn er teams vanuit heel Bokstel, vanuit groep 7 en 8 die aanwezig zijn. Als jongensteam en meisjesteam die vandaag wint, die gaat door naar de volgende ronde. De volgende ronde is de kwartfinale van Kruifkoort 6 tegen 6 in Oosterhout op 18 mei. En vervolgens als zij daar winnen of de Respect Award winnen, dan mogen ze door naar de halve finale. En vervolgens heb je dan nog als eindstation het NK en dat is dit jaar voor het eerst in Eindhoven. Thank you.